Het fabriceren van mondkapjes voor Reinier de Graaf gebeurt hier, in de praktijklokalen van de School voor Mode van het ROC Mondriaan in Den Haag. De mondkapjesfabriek is nu bijna 3 weken in bedrijf. We zijn gestart op 30 maart en het is nu donderdag in de 3e week, dus bijna 3 weken. De productielijn is opgezet in samenwerking met chemiebedrijf DSM en de TU Delft. De mondmaskers beschermen zorgpersoneel tegen het coronavirus. Op de intensive care worden iets andere maskers gebruikt. Het gaat echt heel erg goed. De eerste week waren er 2000 mondkapjes geproduceerd. En we zitten nu al op de 8000. En uiteindelijk voldoet het ook aan onze veiligheidseisen. En hebben we het uiteindelijk kunnen gaan produceren met een heleboel vrijwilligers. En daar zijn we echt heel, heel erg blij mee. Ja. De mondkapjes worden nu alleen nog gebruikt binnen Reinier de Graaf. De intentie is om ze later ook te verspreiden binnen de regio. Alleen is daar nu nog onvoldoende productiecapaciteit voor. Vrijwilligers zijn er wel genoeg. We zijn echt overstelpt door alle aanmeldingen en dat is echt hartverwarmend. Maar op dit moment hebben we voldoende vrijwilligers. We zijn ook begonnen met het ontwerp met een daadwerkelijke koffiefilter. En uiteindelijk zijn we op zoek gegaan naar het juiste filtermateriaal. Maar ook de juiste materialen eromheen. Zodat het ook vocht tegenhoudt. En aan de binnenkant ook comfortabel voelt tegen het gezicht aan. Hoe lang de mondkapjesfabriek nog nodig is, weet niemand. De vrijwilligers gaan in ieder geval gewoon door, ook in de meivakantie. Zeker ook mensen uit het Westland. En het leuke is dat je ook ziet dat iedereen gewoon op een leuke en goede manier met elkaar samenwerkt. Want in het hele productieproces heeft iedereen zijn taak. En het werkt gewoon heel erg goed.